Ja, bomen zijn waardevol voor verkoeling, opslag van CO2, het vasthouden van CO2. We hebben ons bomenbeleid dat ook omschreven. Hè. Dus bomen zijn waardevol, belangrijk. En we kappen niet zonder meer een boom. Hè. Dus ook als er sprake is van enige overlast, kappen we niet zonder meer een boom. Tenzij er sprake is van disproportionele overlast, wat ook in het bomenbeleid staat. We hebben aan de raad voorgelegd van, goh, vindt u in het geval van de Dekenbakenstraat dat er sprake is van disproportionele overlast? Dat leggen we aan de raad voor. Het college vindt na zeer zorgvuldig onderzoek dat er wel sprake is van disproportionele overlast. En we vragen de raad of ze eens zijn met het feit, is dit disproportionele overlast? Dat is één. En twee, het college te vragen om zeg maar, voor nieuwe gevallen uit te werken wat disproportionele overlast is. En dat hebben we aan de raad voorgelegd. Oké, okay, wij vinden het heel belangrijk dat deze bomenlaan behouden blijft voor Schijndel. Daar zijn sommige mensen het niet mee eens, maar ook heel veel mensen wel. Zo zijn er al bijvoorbeeld meer dan 500 handtekeningen in de petitie van Red de Bomenlaan. Deze bomen zijn belangrijk en heel waardevol. Dat is ook de reden dat ze zijn opgenomen in het bomenbeleid en op de groene kaart staan. En daarom vinden wij ook dat deze bomen beschermd moeten worden en dat de gemeente echt andere en betere, duurzamere oplossingen moet bedenken dan kappen, want dat is echt wel... Kappen, dus, we hebben liever een ander woordje dat we dus herplanten gaan gebruiken, omdat wij dus net zo goed als andere mensen ontzettend willen genieten van bomen, maar dat van deze bomen niet meer kunnen, omdat wij dus niet gedurende 6 weken, maar 6 maanden overlast hebben van plak, honingdauw, roet, noem maar op. Daar alle dure spullen eraan gaan, auto's, airco's, warmtepompen, noem het maar gelijk op. En dat we ook niet in de zomer, zoals andere mensen, lekker gezellig in de tuin kunnen zitten door de dauw en de roetval die we daarvan hebben. En we zijn helemaal niet te beroerd, want we hopen ook dat voor elke boom die er verdwijnt, dat er desnoods 2 weer terugkomen. Het gaat ons niet om een blaadje ruimen, echt niet, maar echt om de hinder die wij er dus echt een half jaar aan een stuk van hebben. Mijn Rijnstaat hanteren ze de omgekeerde wereld. Er zou in de Dekenbakenstraat disproportionele overlast zijn, met andere woorden, te veel overlast. En daarom willen ze gaan uitwerken wat dat nou precies is, disproportionele overlast. Te veel overlast. En daar vragen ze de raad toestemming voor, maar, en nou komt het, voordat ze dat gaan uitwerken en in beleid om gaan zetten, vragen ze de raad vanavond ook al toestemming om 19 bomen in de Dekenbakenstraat te kappen. Nogmaals, volgens mij is dat de omgekeerde wereld. Eerst beleid en dan uitvoering en niet op voorhand al een voorschot nemen. En dus, dat is ons bezwaar. Dat is ons bezwaar, daarom gaan we vanavond proberen een wijzigingsvoorstel in te dienen. Amendement noemen ze dat. Waarin wij zeggen, uitwerken van het beleid wat disproportioneel overlast is, prima. En voorlopig dus die bomen laten staan totdat je dat uitgewerkt hebt en omgezet hebt in beleid. Nou, daar heeft onze fractie een duidelijke mening over. Het gaat niet alleen over het kappen. We hebben besloten vanavond over de disproportionele overlast die de bomen geven en of wij daar ook in de, ons kunnen vinden. Wij zijn voor het beleid van de juiste bomen op de juiste plaats. We beseffen natuurlijk wat de bomen voor input hebben op onze leefomgeving. Maar ook hebben we ook voor de overlast die de mensen ervaren aan de straat. Daarom vinden wij dat het zo disproportioneel is. En dat daarom het besluit om de bomen niet alleen te kappen, maar te vervangen. Want er komen andere bomen. De wethouder heeft toegezegd dat er bomen van dezelfde omvang, dezelfde groeiwijze. En die passen in de omgeving en in de straat. Dus het beeld van de straat gaat er niet echt op veranderen. Wel dat de bomen uiteraard, als ze geplant zijn, een tijd van groei doormaken. Dan gaan we over tot de stemming over het voorstel. Dank u wel, dames en heren. Daarmee is dit voorstel aangenomen.